Er komt steeds meer gekkigheid naar boven over Rachel Hazes. Tijdens een van haar vele rechtszaken ditmaal tegen haar vroegere beste vriendin Marike van Beek werd vorige week duidelijk dat ze André Hazes junior een tijdje onterfd heeft. Ze wilde voorkomen dat zijn vriendin Monique Westenberg ooit van de erfenis zou profiteren. Rachel bevestigt dat in gesprek met haar vrienden van Story, maar stelt dat het niet haar eigen idee was. Dat was op aanraden van Marike. Er wordt gedaan alsof ik anti-Monique ben. Laat ik vooropstellen, wij hebben geen goede start gehad. Maar Marike heeft destijds op mij lopen inpraten. Dan citeert ze Marike, dat zou oude Dre nooit gewild hebben, daar moet je voor gaan liggen. Wil je dat zij straks met jou Louis Vitontas loopt? Het is haar aangepraat, zegt Rachel nu. Ik heb me door Marike laten leiden en André inderdaad onterfd. Ik heb naar Marike geluisterd en nu gooit ze dat voor mijn voeten, terwijl het haar idee was. Ze vergeet daarbij te vertellen dat het later allemaal teruggedraaid is. Dat wist Marike ook. Zo pijnlijk allemaal, zal André dit geweten hebben? Roxanne heeft aan RTL Boulevard laten weten dat het idee om André te onterven niet van Marike afkwam. Het idee dat de onterving bij Marike van Beek vandaan zou komen is een aantoonbare leugen, maar dat ben ik inmiddels gewend van mevrouw van Galen. Ragel vertelt aan de party weer een andere versie van dit verhaal, namelijk dat ze het advies tot onterving van meerdere partijen kreeg. Ik kreeg van alle kanten te horen dat ouwe Drey het zo niet zou hebben gewild. Ik kreeg jarenlang alle bagger over me heen, terwijl zij met een dure Louis Vuitton tas over straat zou lopen van het geld van de erfenis. En dat is natuurlijk wel vreemd. Heeft Marieke het haar nou geadviseerd of heeft ze het zelf besloten op basis van adviezen van alle kanten? Hoe dan ook, toen heb ik Junior inderdaad onterfd en Marike op die plek gezet. Later is dat weer teruggedraaid. Inmiddels heeft Rachel ruzie met zowel André Junior als Roxanne. Heeft ze die onterving intussen hersteld? Dat heb ik toen hersteld, ja, zegt ze in Story. De verslaggever van dienst André is nog steeds gewoon erfgenaam? Rachel, dat zeg ik niet. De verslaggever is Roxanne nog steeds erfgenaam? Ragel, dat is toen hersteld. Toen stonden ze allebei weer in mijn testament. Meer zeg ik daar niet over. Oftewel, Ragel heeft haar beide kinderen onterfd. Kijken of er straks überhaupt nog wat te erven valt, als Rox de bodemprocedure over de nalatenschap van haar vader doorzet.